om bewustwording over dierenrechten in Suriname te creëren, heeft Hubert Rampersad de Surinaamse Partij voor Dieren opgericht. Middels het deelnemen aan de politiek in 2025 wil de partij werken aan het bij wet vaststellen van bescherming voor alle diersoorten. Rampersad meent dat duurzame economische ontwikkeling gepaard gaat met het in harmonie leven met de natuur. In het nieuwe normaal moet je in harmonie gaan leven met de natuur en de dieren. Wil je duurzame economische ontwikkeling hebben. Je ziet dat in het buitenland, Europa met name, doet veel daaraan. En je ziet dat ze streven naar duurzaamheid, climate change en dat soort dingen. Maar in Suriname is die bewustwording er nog niet. Politici in de afgelopen 15 jaar hebben nooit aandacht aan willen besteden. En ze beseffen dat niet. Want kijk, dieren, honden, katten, die geven plezier. En als je plezier hebt, heb je meer creativiteit, heb je meer zelfbewustzijn, heb je meer rust. Dus daar hebben ze nooit aandacht aan besteed. Omdat hun visie, de holistische visie, ontbreekt. In het nieuwe normaal, na COVID-19, is empathie, behulpzaam zijn en holistisch denken heel belangrijk geworden. Suriname ga je niet kunnen redden. Kijk, zo'n mooi land. Mooi klein land met zoveel slimme mensen, maar zoveel grondstoffen. Waarom is het 50 jaar niet gelukt om dit mooie land te ontwikkelen? 1. Door corruptie. 2. Kortzichtigheid. 3. Het gebrek aan een holistische, duurzame, sustainable vision en daadkracht. Dat wil ik nu veranderen. De voorzitter vindt dat er voortdurend wordt geblindstaard op de aardoliesector. Hij beweert dat er gekeken zou moeten worden naar het opbouwen van de economie, welke gepaard gaat met dierenwelzijn. We hebben niet alleen een visie nodig om die dieren te helpen en de bewustzijn te ontwikkelen, dierenrechten, dierenwelzijn, maar ook samen met daarmee een basis te creëren voor duurzame economische ontwikkeling. En daar gaat het over. Rampersad geeft nadrukkelijk aan het dierenleedaspect serieus aan te pakken. Het volledige interview is woensdag om 5 uur te bekijken in ons programma In Gesprek Met.